Nou ja, in eerste plaats even, moet ik toch even de organisatie bedanken voor de gelegenheid om hier een verhaal te komen houden. In zo'n mooie setting ook. Ik heb onlangs nog eens een keer een lezing gegeven voor een soort een groep vredesactivisten. Maar die krijgen dit toch niet voor elkaar, hoor, zo'n setting als deze. Nou goed, ik ben al even voorgesteld. Teun van Dongen, meer informatie over mij kunt u vinden op mijn website. En als u het prettig vindt dat u op gezette tijden door mij lastig wordt gevallen met de berichten over artikelen die ik heb geschreven of dingen die ik op de radio heb geroepen, voelt u zich vooral vrij om mij te volgen op Twitter. Ik heb me een beetje gestort op het onderwerp terrorismebestrijding, omdat ik vind dat we in een aantal opzichten, in de manier waarop we daarmee omgaan, in Nederland en eigenlijk wel in het Westen in zijn algemeenheid, een beetje aan het doorschieten zijn. En een van die opzichten is in mijn ogen het gebruik van digitale informatie eigenlijk. Van informatie die via ICT-kanalen van de ene persoon naar de andere gaat. Wat ik eigenlijk even wil doen, is even beginnen met te vertellen wat de rol van IT is in terrorisme eigenlijk. Dus hoe gaan terroristische organisaties daarmee om? En vervolgens ga ik even een drietal punten aanhalen om te laten zien dat we best kritisch kunnen zijn tegen een volgens mij vrij sterke neiging om steeds maar meer digitale informatie te willen gaan verzamelen. Het wordt dus geen heel technisch verhaal, maar het wordt wel een verhaal over wat we eigenlijk doen met de technologie eigenlijk. Dus wat doen we nu eigenlijk met de informatie die we dus op allerlei manieren binnen kunnen halen en wat hebben we er eigenlijk aan? En nou ja, is een soort spoiler alert. Mijn boodschap is wel een beetje dat je dus nogmaals echt wel... Ik vraag me echt af of die neiging om steeds maar meer informatie te gaan verzamelen, of die ons ook echt veiliger maakt. Terroristen gebruiken gewoon ICT eigenlijk gewoon net zoals iedereen dat gebruikt. Hè. Er wordt natuurlijk wat afgeappt en ge-e-maild en zo. En dat biedt natuurlijk mogelijkheden voor inlichtingen en opsporingsdiensten. Maar er zijn denk ik wel in de manier waarop terroristen ICT gebruiken eigenlijk twee dingen die ik er even uit zou willen lichten, omdat die wel echt een hele belangrijke rol spelen. De eerste is natuurlijk propaganda. Ja, daar weten we helaas sinds de opkomst van IS alles van. Ik heb even deze foto gekozen. Omdat hij nog wel door de beugel kan. Maar goed, het helaas is er ook een hoop van dit soort materiaal wat dus een stuk bloediger is. En dat wordt dus gebruikt om de strijd die wordt gevoerd op een bepaalde manier weer te geven. Dus ja, je ziet het hier. Hè? This is our Call of Duty. Dus hier wordt echt op beroep gedaan op het eergevoel eigenlijk van... En het plichtbesef ook wel van jonge moslims in het Westen... Die dus eigenlijk gewoon zich bij de jihad aan zouden moeten gaan sluiten. De Islamitische Staat is daar natuurlijk heel geslepen in. Hè, met de manier waarop ze ook Twitter gebruiken. En hoe snel ze het ook weer als een account of een website of zo wordt afgesloten. Hoe snel dat er weer ergens anders opkomt. Zij zijn daar wel echt... Ik zou niet gauw een andere terroristische organisatie kunnen noemen die daar zo bedreven in is als IS. En ze zijn er ook zeker een stuk beter in dan Al-Qaeda bijvoorbeeld. Het tweede is recrutering. En dat is al een verschijnsel wat eigenlijk al wat ouder is. Eigenlijk zodra je dus die chatrooms en webfora zo kreeg, 10, 15 jaar geleden, zag je dus ook eigenlijk al meteen dat dus werd gebruikt door terroristische cellen om ook mensen te benaderen. Dus je zegt iets op in zo'n forum en dan kijk je even wie erop reageert en wie er een beetje met je meegaat. En dan probeer je via daar wat contacten te leggen. Omdat je denkt, die kan ik misschien wel inschakelen om echt gewoon heel actief ook iets te gaan doen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat terroristen ook niet achterlijk zijn en weten dat al die dingen die ze dus online doen, sporen nalaten. Dus ze hebben ook een aantal methoden gevonden om zichzelf een beetje onder de radar te houden. Dus onder detectie te omzeilen.
Het eerste voorbeeld is natuurlijk versleuteling. Is een hoop van de informatie die heen en weer gaat en de communicatie die heen en weer gaat, zeker in de voorbereiding van een aanslag. Ja, dat is natuurlijk allemaal versleuteld. Hè? Allerlei ingewikkelde codering, goed, daar weten jullie waarschijnlijk meer van dan ik, maar het is op allerlei ingewikkelde manieren is dat zo vervormd dat je daar eigenlijk gewoon, als je dat zo in handen krijgt, er niet zo heel veel aan hebt. De tweede manier is het gebruik van veilige apps. Snapchat is bijvoorbeeld een app die ook in Syrië en Irak veel wordt gebruikt. En die ook als voordeel heeft dat je daar vanaf het internet vrij moeilijk bij kunt komen. Dus vandaar dat de Islamitische Staat, maar ook andere groeperingen die in de regio actief zijn, dat soort middelen gaan gebruiken om hun operaties te plannen. En ten derde zie je ook een hoop informatie, een soort kennisdeling op dit gebied. Kijk, wat een van de dingen die de Islamitische Staat voor mij als terrorisme-analyst interessant maakt, is de mate van bureaucratisering. En je ziet hier een soort handleiding die dus is opgesteld door iemand in de Islamitische Staat, die nu wordt verspreid onder de leden, over hoe je Twitter kunt gebruiken zonder dat je getraceerd wordt. Dus een soort codificering of het vastleggen van informatie is ook een manier waarop een terroristische organisaties proberen om hun leden, of hun voedsoldaten, proberen een beetje te scholen in hoe je het beste met dit soort dingen om kunt gaan. Juist om te voorkomen dat je ook gepakt wordt. Nogmaals, in terroristische organisaties, die weten natuurlijk dat ze in de gaten worden gehouden. Dus dat veiligheidsbewustzijn is natuurlijk heel hoog. Dus op deze manieren proberen ze hun digitale communicatie wat veilig te houden. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon helemaal geen digitale communicatie gebruiken. Je kunt ook, we weten bijvoorbeeld uit de spullen die zijn gevonden in de compound waar Osama bin Laden werd geliquideerd, dat Al-Qaeda dus een netwerk heeft gewoon van koeriers die dus gewoon op kamelen van plaats A naar plaats B gaan en daar boodschappen overbrengen. Dat is natuurlijk een hele tijdrovende manier om acties op te zetten of te plannen. Maar het is wel veilig. En het gebeurt gewoon. We weten ook, dat is recentelijk bekend geworden, dat er in de Islamitische Staat ook de vrouwen van de strijders ook worden ingezet. Dus die spelen dus een rol in de communicatie. Dus dan, dat is gewoon echt heel praktisch. Je zegt, schat, kun je even dit en dat tegen die en die zeggen? En vervolgens gaat zij gewoon op pad en wordt jouw boodschap overgedragen. Ik heb hier ook nog even het bankje in het park bijgezet, omdat we dus ook weten dat een aantal aanslagen, dan heb je het meer over aanslagen in het Westen, gepland zijn. In sommige gevallen gewoon letterlijk op bankjes in het park. Dus we weten dat terroristen dus om hun communicatie onzichtbaar te maken, in parken gaan zitten of op andere plekken waar je dus niet afgeluisterd kan worden en waar de dingen die je tegen elkaar zegt ook geen sporen nalaten. Daar zitten natuurlijk ook grenzen aan, maar het is wel ook wel praktisch in de zin dat veel. Dat is ook iets heel typisch wat je ziet bij radicaliserende cellen. Die trekken zich ook terug uit de maatschappij. Die trekken ook vaak ook naar elkaar toe, die gaan bij elkaar in huis wonen of zo. Dus vaak heb je ook eigenlijk, als je een terroristische aanslag wil plannen, heb je daar niet zo heel veel digitale communicatie voor nodig. Zeker als je het kleinschalig houdt. En je woont met een aantal celgenoten in één huis, dan is het vrij eenvoudig om de planning verborgen te houden. Bijvoorbeeld kijk naar de London bombers, die in 2005 een aanslag hebben gepleegd op het openbaar vervoer daar. Die zijn op een gegeven moment ook bij elkaar in huis gaan wonen. Ja, en dan wordt het wel heel lastig om via een soort digitale surveillance dit soort plannen voor aanslagen op het spoor te komen. Niettemin heb je toch een hele sterke reactie elke keer als er een aanslag wordt gepleegd.
Ja, dan neemt eigenlijk de vraag om zeg, het beschikbaar stellen van aan politie en inlichtingendiensten van allerlei soorten digitale informatie neemt wel altijd heel sterk toe. Het idee is wel heel vaak, en dat is een soort reflex die ik niet helemaal begrijp in de zin dat het vaak al wordt geroepen lang voordat duidelijk is wat er in de voorbereiding van die aanslag precies is misgegaan aan de kant van de inlichtingendiensten. Ik heb hier even het voorbeeld bijgehaald van Andrew Parker, het hoofd van MI5, de Britse veiligheidsdienst. If you are to do our job, MI5 will continue to need to be able to penetrate their communications as we have always done. That means having the right tools, legal powers and the assistance of companies which hold relevant data. En dit was in de context van een soort oproep van deze Andrew Parker. Van we hebben meer informatie nodig. Hè. Charlie Hebdo laat zien dat we meer digitale informatie nodig hebben. En dat was nog lang voordat en duidelijk was of Charlie Hebdo überhaupt, of die aanslagen überhaupt voorkomen hadden kunnen worden als we meer informatie hadden gehad. Maar we weten natuurlijk ook sinds Snowden dat, nou ja, in eerste plaats dat er dus in de NRC echt afgrijzelijk lelijke PowerPoint slides worden gemaakt. Maar we weten ook een beetje hoe daarmee om wordt gegaan. Dus hoe groot het eigenlijk is. Dit is natuurlijk ook voorgekomen vanuit bij de traumatische ervaring van 9/11. Van we moeten zoveel mogelijk doen, we moeten gewoon alles doen, alles binnenhalen. Want hoe meer informatie we eigenlijk hebben, hoe zekerder we ervan kunnen zijn dat we eigenlijk alles weten als er echt iemand iets aan het plannen of aan het voorbereiden is. De vraag is dus, in ieder geval, zeker in mijn ogen, is dat nou zo? Ik denk een van de eerste dingen die mij te binnen schieten op het moment dat ik dus een soort beroep hoor op vanuit de politiek op bijvoorbeeld telecombedrijven om steeds maar al die informatie beschikbaar te stellen, is dat gebrek aan informatie maar zelden het probleem is. Gelukkig zijn overheden wel zo eerlijk, in ieder geval in Engeland en Amerika, om als er dus een aanslag is gepleegd, om dan een soort onderzoek te doen naar hun eigen functioneren en daar ook van vrij open over te zijn. Dus we weten uit het rapport van de 9/11 Commission, dus de commissie die heeft onderzocht wat er nou eigenlijk mis is gegaan in de aanloop naar de aanslagen van 9/11. Dus hoe het heeft kunnen gebeuren, hoe het mogelijk was dat zo'n gigantische aanslag die niet voorkomen kon worden. En een van de dingen die eruit kwam, is dat dus de informatie er wel was, maar dat die niet gedeeld werd. Dus het verhaal was eigenlijk een beetje van, oh, oeps. We hadden dit eigenlijk wel kunnen weten, alleen ja, de CIA en de FBI hebben deze informatie niet gedeeld. Of verschillende afdelingen binnen de FBI hebben de informatie niet gedeeld. En daardoor hebben we dit niet aanzien komen. Maar we hadden dit dus wel aan kunnen zien komen. Het feit dat wij nu in Nederland een Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hebben, heeft die ook mee te maken. Er ontstond na 11 september heel duidelijk een idee van we moeten een soort organisatie hebben die al die informatie samenbrengt. En dat is allemaal een reflex, of een reactie meer, op de constatering dat dus de beschikbare informatie bij de verschillende overheidsdiensten dus beter gebruikt zou moeten worden. Een ander voorbeeld is de Fort Hood shooting. Die is natuurlijk een stuk minder bekend dan 11 september, maar dit is een man die als psychiater werkte voor op een Amerikaanse legerbasis. En op een gegeven moment is geradicaliseerd, gewoon een pistool heeft gepakt en om zich heen is gaan schieten. En dat was in 2009. En er zijn 3 doden bijgevallen. En naar aanleiding van dit incident is een overheidsonderzoek uitgevoerd. En toen werd ineens duidelijk dat deze man, ik moet even spieken, zei hij, Abdul Nissan of iets dergelijks, over zijn aanslag contact had gehad met
Anwar al-Awlaki, en dat is misschien een naam die niet iedereen van u iets zegt, maar al-Awlaki is een hele bekende radicale predikant, zeg maar. Dus hij is heel bekend geworden met allerlei preken op internet, waarin hij ook mensen oproept om de jihad te gaan voeren. En deze man had dus contact gehad met al-Awlaki, en de FBI wist dat. En dat is vrij... hij zegt niet letterlijk van ik ga dan en dan op die en die dag zo en zoveel mensen neerschieten. Maar hij heeft wel iets gezegd dat hij echt klaar was voor actie, hè, de woorden van gelijke strekking. Dus de conclusie van dat onderzoek was eigenlijk van oei, daar heeft iemand gewoon zitten slapen. Dat was gewoon echt een vermijdbare fout. We hadden gewoon de informatie, alleen de informatie is verkeerd ingeschat. Dus ook daar is het gebrek aan informatie was ook in dit geval niet het probleem. Meer in algemene zin kan ik dat punt misschien even uitleggen aan de hand van de inlichtingencyclus, de intelligence cycle. Je hebt er meerdere van, deze is van de FBI. Je kunt de verschillende stappen net iets anders definiëren, maar het komt eigenlijk altijd wel een beetje op hetzelfde neer. Planning and direction. Ja, je wordt dus als dienst op pad gestuurd, hè, om van, ja, we willen dat je, nou ja, jihadisme of wat ook gaat onderzoeken, of bestrijden. Daar kun je dus al de mis mee ingaan. Hè. Als je als de politieke leiding de verkeerde prioriteiten stelt, dan kan het dus gebeuren dat er een als gevolg daarvan ergens een aanslag voordoet. Collection, dat is eigenlijk de fase waar het in het publieke debat vaak over gaat. Kijk, als je zeg maar, de krant openslaat of iemand uit de Tweede Kamer hoort over inlichtingenwerk, dan lijkt het, in ieder geval komt het mij altijd een beetje over alsof inlichtingenwerk alleen maar dit is. En dus je verzamelt gewoon de informatie en dan heb je het. En dan weet je het ook. Dan weet je ook hoe het zit. Hier kan natuurlijk ook van alles misgaan. Ik bedoel, inlichtingenwerk is gewoon heel lastig. En ook al heb je al die informatie, dan nog kan het zijn dat je dingen mist. Om dat te voorkomen, worden dus allerlei grote digitale surveillance netwerken opgezet. Maar vervolgens, als je dus die informatie hebt binnengehaald, dan moet er ook iets mee doen. De processing en exploitation. Dus dan ga je eens kijken, wat betekent het nou? Wat kan ik hieruit opmaken? Daar kan ook van alles misgaan. Kijk, je kunt wel gewoon allerlei informatie binnenhalen. Alleen als jij niet de mensen hebt om daar chocola van te maken. Ja, dan is die informatie, dan heb je daar eigenlijk ook niks aan die informatie. Dus je ziet dat ook hier in deze stap er ook van alles mis kan gaan. Nou, vervolgens wordt dat dan omgezet in een analyseproduct. Dus dan doe je echt een uitspraak over, nou ja, deze dreiging zit zus en zo in elkaar en we moeten daar dit en dat tegen doen. Daar kun je ook fouten in maken. En dan vervolgens moet je zorgen dat die analyse die je hebt gemaakt bij de juiste mensen terechtkomt. Het is een voorbeeld wat eigenlijk niet zoveel met terrorisme te maken heeft, maar het geeft wel heel goed aan dat het daar ook mis kan gaan. Dus de inval van Nazi-Duitsland in de Sovjet-Unie. Stalin was ervan overtuigd dat Hitler de Sovjet-Unie niet op korte termijn aan zou vallen. En als je Stalin tegen ging spreken, ja, dan hing je gewoon. Dus iedereen wist dat die aanval eraan zat te komen. Er waren hele duidelijke aanwijzingen voor. Dus tot die hele cyclus was eigenlijk gewoon helemaal succesvol doorlopen. Tot op het punt dat iemand dat tegen de leider moest gaan zeggen. Dus daar is het eigenlijk in de verspreiding van de informatie is het daar misgegaan. En de reden dat ik de cyclus er even bij haal, is dat het aangeeft dat er in inlichtingenwerk, dat het op allerlei momenten en op allerlei punten fout kan gaan. Het is bijvoorbeeld bij de Fort Hood shooter, is het dus waarschijnlijk hier misgegaan. Bij 9-11 waarschijnlijk meer hier. Dus de eerste stap na het binnenhalen van de informatie, dus het delen en samenbrengen, is daar misgegaan. Dus
ja, de souplesse of het gemak waarmee wij aannemen dat zodra er zich ergens een aanslag heeft voorgedaan, dat dat komt omdat we te weinig informatie hadden, dit is gewoon niet terecht. Een tweede reden om kritisch te zijn over de roep om meer digitale informatie in handen van beschikbaar te stellen aan opsporings- en veiligheidsdiensten, is dat de voorspellende waarde van die informatie lang niet altijd heel erg groot is. Als mensen tegen elkaar zitten te e-mailen of te appen van aanslag dit en dat en daar en daar. Ja, dan natuurlijk wel. Dus dan, als je zeg maar helemaal in het aan het einde van de voorbereidingsfase zit, dan kun je er wel van uitgaan dat je dat soort signalen serieus kunt nemen. Alleen, dat is niet hoe hoe digitale gegevens gebruikt worden. Kijk, wat we weten over bijvoorbeeld Prism, is dat het dat de NSA dus de informatie die binnen wordt gehaald gebruikt om te doorzoeken met een soort profielen van met deze en deze gedragingen, dan ben je een risico. Dus ze probeerden ook zo vroeg mogelijk bij te zijn, dus nog voordat het een aanslag in de voorbereidingsfase komt. En daaraan ten grondslag ligt een soort aanname over hoe een radicaliseringsproces verloopt. Ja, om een beetje structuur aan te brengen in het verschijnsel radicalisering, zijn wij daar op een hele gestructureerde manier naar gaan kijken, waardoor het traject naar een aanslag toe eigenlijk een beetje zijn gaan zien als je voelt je ergens rot over, hè? Je wordt sociaal buitengesloten of je hebt verder weinig mogelijkheden om iets met je leven te maken. Dan sta je open voor radicale geluiden. Hè? Dus als er iemand naar je toe komt en zegt, maar ze pak je gewoon omdat je moslim bent, je moet terugvechten en dat soort dingen. Dan ga je daarin mee en dan radicaliseer je. Dan vervolgens dan ga je nadenken over een aanvalsplan, hè? Van wat zou je dan... Wat zou je dan willen gaan doen? Dan daarna kom je dus in de voorbereidingsfase. Dan ga je echt je aanslag plannen. En dan voer je hem uit. En het idee van wat een beetje achter die werkwijze van de NSA zit, is dat je dus mensen nog voordat het dit stadium bereikt, kunt herkennen. En dus... als jij aan een bepaald profiel voldoet, dan ben je zeg maar een potentiële terrorist. En daarmee wordt ook het binnenhalen van al die informatie verdedigd. De realiteit is echter dat het zo simpel niet ligt. En ik ga dat even illustreren aan de hand van twee voorbeelden. Links de Boston Bomber, in ieder geval de enige nog levende Boston Bomber. Jokhar Tsarnaev. Dat is de jongste broer van de twee daders. Ik heb onderzet, is die überhaupt geradicaliseerd? En ik denk als je gaat kijken naar zijn radicaliseringstraject, dan zul je zien dat hij eigenlijk pas hier, in de voorbereiding, dat hij eigenlijk gewoon dit gedeelte, het eerste drie stappen van het traject gewoon over heeft geslagen. Hij zat gewoon op een Amerikaanse universiteit waar hij studeerde. Hij was gewoon een hele normale jongen. Heeft ook nooit echt hele sterke radicale ideeën geuit. Alleen op een gegeven moment kreeg zijn broer een beetje de geest. En die heeft hem toen meegesleurd in een soort aanvalsplan, wat dus uiteindelijk de aanslag op de marathon in Boston in 2013 is geworden. Dus hij is eigenlijk pas hier, in dit stadium, zeg maar ingestroomd. Dus dat betekent dat al die informatie, ook al zou je dus alles van die jongen weten, dan zou je dus zeggen, hij is dus niet geradicaliseerd en heeft geen aanvalsplan, laat maar zitten. Maar dan kan het dus nog gebeuren dat er in één keer, dat hij dus wel aan de voorbereiding van zijn aanslag begint. Dus of iemand
gedragingen of kenmerken vertoont die je zou associëren met een van deze fasen, dat zegt helemaal niet zoveel over of die daarna doorgaat naar de volgende fase. En een ander voorbeeld is deze, dus Martin Couture-Rouleau. Die heeft verleden jaar in Canada een auto gepakt en is op een groep soldaten ingereden, ergens in de buurt van een winkelcentrum. Al zou je alle informatie die er maar denkbaar is over deze, deze figuur, deze jongen hebben, dan zou je die aanslag nog niet hebben kunnen voorkomen. Want hij kan eigenlijk gewoon van dit stadium in één keer naar de uitvoering zijn gegaan. Als jij op het moment dat jij besluit om gewoon aanslag te plegen met een auto, dat kun je gewoon een kwartier later, bij wijze van spreken, kun je dat gaan doen. En daar hoef je helemaal met niemand contact over te hebben. En zeker met dit soort kleine aanslagen, dan zegt dus de informatie die je over iemand hebt niks over wat de volgende stap is. Dat is maar een heel persoonlijk proces, wat je eigenlijk alleen maar zou kunnen zien als je echt in deze man zijn hoofd zou kunnen kijken. Dus zeker die kleinere aanslagen, die voorkom je daar niet mee. Die grotere, dat ligt misschien anders. Omdat je daar natuurlijk ook meer sporen nalaat. Dus dan zie je de voorbereiding is daar wat zichtbaarder. Maar als iemand het ineens op zijn heupen krijgt en een auto pakt, dat is niet te voorkomen. En ook in de nasleep van die aanslag werd er ook meteen weer geroepen door we moeten meer informatie hebben. Een politiechef, die riep daar ook weer meteen om. En dan denk ik, maar wat had je daar dan mee gedaan om dit aan te zien komen? Dan vervolgens is natuurlijk ook de vraag van, uiteindelijk is het bepaalt het resultaat ook. Of een bepaalde inlichtingenmethode de moeite waard is. Ook de vraag van hoeveel van aanslagen kun je nou voorkomen met van die hele grote datavergaringsprogramma's, zoals bijvoorbeeld die van de NRC. En ik vond het wel interessant om even, de pijltjes zijn een beetje verschoven te zien, maar ik vond het wel interessant om even te laten zien wat hier door de Amerikaanse overheid over is gezegd. Je had meteen na de Snowden-onthullingen, zo'n paar dagen, in juni 2013, werd vanuit door de voorzitters van de Senaat en de voorzitters van de inlichtingencommissies van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden gezegd: die programma's zijn toch wel belangrijk, want we hebben daar 1 of 2 aanslagen mee voorkomen. Denk je nou, oké. Toen vervolgens kwam Keith Alexander aan het woord. En die had het over dozens. Dus ik ben er maar even vanuit gegaan dat dan 3 dozijn waren. Dus komen we op 36. En toen nog een week later waren het er ineens 50. Dus Alexander beweerde dat dus met die digitale surveillance van de NRC is 50, de VS 50 aanslagen heeft voorkomen. Dat was zowel in de VS als daarbuiten. Dus dat was wereldwijd. Op 27 juni waren het er inmiddels 54. En alleen toen werd er nog eens doorgevraagd. En toen heeft hij zelf toegegeven dat hij dat eigenlijk gewoon had gelogen. Dat hij dus het publiek eigenlijk gewoon vals had voorgelicht. En zei hij dat eigenlijk het enige terrorist incident wat ze op deze manier op spoor waren gekomen. Het was een man die is gearresteerd omdat hij €8.000 naar Al-Shabaab wilde overmaken. Al-Shabaab is een beetje een Al-Qaeda-achtige organisatie in Somalië. Ja, ik vind dat een tamelijk magere oogst die voor mij bepaald niet aantoont dat dus die grootschalige dataverzameling je echt verder helpt in de strijd tegen terrorisme. Maar hoe worden aanslagen dan verijdeld?
Kijk, van veel, ja, die zou ik niet zeggen, maar van veel aanslagen weten we hoe ze verijdeld zijn. Dus, en ook wat de rol daarin is geweest, of de afwezigheid van de rol, van het verzamelen van digitale gegevens. Ik begin even linksboven. Mohammed Osman Mohammoud wilde een autobom af laten gaan in Portland. Dus een Amerikaanse stad in de Amerikaanse staat Oregon. En ze zijn op het spoor gekomen, omdat hij dus op een gegeven moment begon te e-mailen met iemand die al in de gaten gehouden werd. Dus je kunt, kijk, ik zeg natuurlijk niet dat je gewoon helemaal niet naar digitale informatie moet kijken. Want het kan soms wel degelijk je op een spoor brengen, natuurlijk. Alleen de manier waarop hij is gevonden is, dit is eigenlijk via een veel gerichtere surveillance gegaan. Dus er was iemand die bekend stond binnen de FBI als recruteur. Daar hebben ze dus, zijn ze voor naar de rechter gegaan. Hebben ze gevraagd of ze daar, of ze zijn informatie af mochten tappen. Nou, dat is dus goedgekeurd. En zo zijn ze dus op zijn spoor gekomen. Het is wel een beetje een raar verhaal, omdat hij nog niet zo heel ver was in het plannen van die aanslag. En dat ze dus ook vanuit de FBI mensen op hem afgestuurd hebben. Om hem aan te zetten tot het plegen van die aanslag. Dus die, en tot het leveren van materialen aan toe. He, dus toen hij die autobom in elkaar zette, wist hij dus niet dat hij aan het werken was met spullen die door de FBI gesaboteerd waren. Zodat ze dus zeker wisten dat die aanslag zou mislukken, maar dat ze tegelijkertijd hem wel daarvoor konden arresteren. Goed, kun je ook van vinden wat je wil. Maar het geeft dus in ieder geval aan dat je dus ook als je als terrorist je gaat, dat je ook zichtbaar kan worden omdat je dus gewoon contact opzoekt met andere recruteurs of terroristen. Hetzelfde geldt voor de man die ernaast staat, Najibullah Zazi. Hij wilde een aanslag plegen op de metro in de metro in New York in 2009. Hij is een beetje op dezelfde vergelijkbare manier tegen de lamp gelopen als Mohammed Osman Mohammoud. Er liep een Brits onderzoek naar een bepaalde cel, waar hij op een gegeven moment ook contact mee begon te zoeken. Dus ja, en toen gingen er natuurlijk ook weer alarmbellen rinkelen. Dus ook hij is via een meer gerichte surveillanceactie opgepakt. Je kunt ook als terrorist. Het kan ook gebeuren dat je aanslag wordt verijdeld omdat er mensen uit het publiek opletten en de politie waarschuwen. Die jongen links, Andrew Ibrahim, wilde een winkelcentrum in Bristol opblazen, maar kwam op een gegeven moment in de moskee met allerlei brandwonden op zijn handen en voeten. En toen is er iemand naar de politie gegaan, huiszoeking geweest, en bleek dus dat hij daar allerlei bomvesten aan het voorbereiden en in elkaar zetten was. De man daarnaast, dat grenst bijna aan het komische. Hij had een paar videobanden in 2007 ingeleverd bij een zaak om die op DVD te laten zetten. En toen een medewerker van die zaak die videobanden bekeek, dan zag hij dus dat deze man daar met nog een aantal anderen in allerlei jihadistische outfits, allerlei radicale leuzen begon te roepen. En vertrouwde de medewerker van die zaak het ook niet meer, heeft de politie gebeld en zo is deze man dus ook gearresteerd. We hebben natuurlijk nog onze eigen, misschien niet het goede woord, maar in ieder geval uit Nederland afkomstige Samir Azouz, die op zijn 16e naar Tsjetsjenië af wilde reizen, daar ook is opgemerkt en vanaf dat moment is de AIVD hem in de gaten gaan houden. En nog een laatste voorbeeld dan. Dit is een cel uit Londen. Waarvan het de politie op een gegeven moment opviel dat hij wel erg, een hele vooraanstaande rol speelde in allerlei confrontaties met extreemrechtse groeperingen. Die zijn ze toen volgens ook gaan schaduwen. En toen bleek dus dat deze cel ook een aanslag in de zin had.
Dus wat deze voorbeelden laten zien, is dat we al heel veel verschillende manieren hebben om aanslagen te voorkomen. En dat eigenlijk al die manieren veel meer bijdragen aan onze veiligheid. Eigenlijk veel meer doen om ons te beschermen tegen terrorisme. Het steeds maar meer binnenhalen van grotere hoeveelheden digitale informatie. En daarbij, dit is misschien niet een heel origineel punt, maar ik wil het toch even noemen. Je moet je denk ik bij hoe ver je wil gaan in het faciliteren van terrorismebestrijding, ook wel blijven bedenken dat het rationeel gezien natuurlijk een redelijk marginaal verschijnsel is. Dat bedoel ik echt in termen van het aantal slachtoffers. Het feit dat terrorismebestrijding bovenaan de politieke agenda staat en dat ze tegelijkertijd gewoon elke dag fluitend in de auto stappen, daar zit natuurlijk iets heel raars aan. De kans dat je tijdens het klussen van een ladder valt en het komt te overlijden is groter dan dat je omkomt bij een terroristische aanslag. En in Amerika is het ook nog zo dat het aantal mensen wat dus in een... Je hoort wel van die verhalen, lees zoals in de krant, van dat heeft er een peuter heeft dan een vuurwapen van zijn ouders te pakken gekregen en dat gaat per ongeluk af en dan wordt hij neergeschoten. Nou, de mensen die daarvan een slachtoffer worden, dat zijn er dus meer dan... sinds 11 september zijn er dus meer mensen slachtoffer geworden van kleuters met vuurwapens in de VS dan van een terroristische aanslag. Ik haal deze punt even aan om te laten zien dat we ook wel een beetje de dingen in perspectief moeten blijven zien. En door steeds maar om meer maatregelen te roepen, en zeker ook op het gebied van ICT eigenlijk, hè, van wat je met digitale data wil doen, mogen we ook wel eens gewoon een beetje de zaken in perspectief blijven zien. Even resumerend. We hebben dus gezien dat geheime diensten eigenlijk, dat het probleem van het voorkomen van aanslagen niet zozeer het gebrek aan informatie is, maar dat het eigenlijk meer ligt in wat er in die andere stappen gebeurt. Dus wat een geheime dienst eigenlijk gaat doen, of andere betrokkenen, nadat bepaalde informatie is binnengehaald. We hebben dus ook gezien dat gezien de redelijk geringe voorspellende waarde van die informatie, dat meer informatie niet per se meer zekerheid geeft. Dus als je alles van iemand weet, wil niet zeggen dat je weet wat hij gaat doen. Dus het geeft niet meer zekerheid en daarmee ook niet meer veiligheid. En de track record, dus de resultaten van de big data approach in terrorismebestrijding, is ook niet al te best. Dus dat gezegd hebbende, ben ik eigenlijk wat toe aan de constatering of de stelling dat het geven van meer informatie eigenlijk een soort schijnveiligheid is. Want we denken dan van als we al die informatie maar hebben, Dan kunnen we alles voorkomen. Maar zo werkt het dus gewoon niet. En misschien, ik heb even nagedacht over wat dat dan ook meer in het soort technische zin zou betekenen. Ik denk dat het koppelen van databases, dat eigenlijk iets is waar de nationale veiligheid eigenlijk meer bij gebaat is dan bij het alleen maar het vergroten van de hooiberg waar je de speld in gaat zoeken. En met die constatering wil ik richting me eigenlijk tot u met de vraag of er nog vragen zijn. Als we daar nog tijd voor hebben trouwens. Ja? Oké, maar. Zo, kun je even iets duidelijker praten?
Ja, sorry, ik kan er even een microfoon die kant op of zo. Is dat een... Ik weet niet. Ja, we hebben microfoons, dus... Oh, mooi. Oh, nee, ik dacht dat de microfoons hadden. Nou, dan loop ik gewoon even die kant op. Of zou je de vraag nog even een keer kort kunnen herhalen? De rol van Tor-netwerken en encryptie bij het voorbereiden van terroristische aanslagen, juist. Dat is volgens mij een vrij technisch kwestie. Ja, daar heb ik, waar ik niet meteen een antwoord op paraat heb. Ja, het is een niet technische track, ja, sorry. Ja. Hier is nog een vraag. Oh, moment. Sorry, even terugrekken? Terughekken, de terughekbevoegdheid van de overheid. Ah, oké. Nou, ja, weet je, ik heb er is inderdaad onlangs in bijvoorbeeld in de VS, zo'n vrij belangrijke wet, de Patriot Act is verlopen. Dus dat betekent dus dat er een hoop bevoegdheden zijn, dus komen te vervallen. En er is wel een wet in de maak om dat weer een beetje op te tuigen. Nou, ik vind het wel, kijk, de neiging... In terrorismebestrijding is altijd van meer. Hè. Dus ik vind het wel gezond dat het dus blijkbaar ook nog wel mogelijk is om eens te denken van ja, hebben we deze bevoegdheid echt wel nodig? Je hebt bijvoorbeeld in Engeland, en dat is iets waar ik wel een groot voorstander zou zijn om dat ook in Nederland in te voeren, dat je dat wetten dus, dat heet dan sunset clause. Dus op een gegeven moment, je geeft een dienst een bepaalde bevoegdheid, voor 2 jaar en daarna kijken, nou ja, zijn we hier nou blij mee of hebben we hier iets aan? En mocht je daar dan niks aan hebben, ja, dan kun je het gewoon laten verlopen. Want we zitten dus nu bijvoorbeeld ook in Nederland met allerlei wetten die, zeg maar, kort na 11 september zijn aangenomen, die helemaal nooit gebruikt worden. Hè. Dus dan denk ik bijvoorbeeld aan dat je bijvoorbeeld op een aantal... rond kritische infrastructuur, dus kerncentrales en zo, daar heeft de politie allerlei bevoegdheden, om als je daar rondloopt, om dan te gaan fouilleren en te ondervragen en zo. Alleen, er wordt ook al bijgehouden hoe vaak daar dan gebruik van wordt gemaakt, en dat wordt er gewoon letterlijk nooit gebruikt. En dan denk ik wel, ja, dan moet je er ook wel eens nadenken of je dat dan wil behouden. Hè. Dus ik vind het op zich, dat je er gewoon heel kritisch in moet zijn in... wat je de overheid aan bevoegdheden geeft en ook de mogelijkheid open moet houden om dat weer in te trekken. Ik zag nog één laatste vraag daarnet. Ja, meneer Vooraan. De software waar je op zin speelt, daar heeft de NRC dus wel iets voor. In ieder geval, of het dan werkt, dat vraag ik me dus af. Maar er zijn al wel middelen om ook die enorme berg informatie te doorzoeken. Dus dan wordt er bijvoorbeeld gezegd van, als je... ik noem even een paar dingen. Als je gewoon met 3 andere mannen in een huis woont en de afgelopen periode in je communicatie deze en deze woorden hebt gebruikt en deze en deze spullen hebt afgerekend, dan vorm je een soort profielen. En dan kun je dus in die enorme berg van informatie die je dan hebt, kun je, zeg maar, de mensen eruit vissen die dan aan een profiel voldoen. Alleen, ja, we weten uit bijvoorbeeld ook in Duitsland, want daar hebben ze dat tot een jaar of 10 geleden, een jaar of 10 geleden hebben ze het ook geprobeerd. En ja, alles wat eruit komt, dat zijn false positives. Hè? Dus de mensen die wel aan het profiel voldoen, maar helemaal geen aanslag in de zin hebben. Dus ik vraag me af of het echt mogelijk is
niet technisch, maar zeg maar. Ik vraag me af of je een radicaliseringsproces of de voorbereiding van een aanslag zo kunt opbreken, als het ware, of zo kunt operationaliseren. Dat je daar zo op die manier een profiel voor op kan stellen. Want het ene radicaliseringsproces is het andere niet. En de ene voorbereiding van de aanslag is ook de andere niet. Hè. Het zijn vaak ook hele. Het zijn ook geen lineaire processen. Dus op het moment het kan ook best zijn dat als ze dan. Als je dat een cel met de voorbereiding begint, maar dan op een gegeven moment dan toch maar weer van afziet. En dat kan dan te maken hebben met dat er iemand, de leider misschien net wordt opgepakt of verhuisd. Dat zo'n plan in één keer stil komt te liggen. Dus ik ben sceptisch, ik laat me graag verrassen, maar ik ben echt sceptisch over of het überhaupt mogelijk is om vanuit al die informatie. Op de manier waarop de NRC dat nu doet, daar de juiste mensen uit te vissen. Oké, dan is dat het einde van van deze lezing. Dankjewel, Teun. Ja,